Nog steeds in Dubai. Ja, hey, daar is die. Wat we hier hebben gedaan, dat zie je in het vorige vlog. We zijn nu onderweg van Dubai naar Athene. Ja, naar Athene. We blijven een beetje in de sfeer van de SUV. Alleen we gaan er qua vermogen, Patrick. Ik denk een kilootje of een pk'tje of 400, denk ik. Terug. We reden hier met de Stelvio Q 510 pk op Jebel Jais. Een hele gave weg. En we gaan nu naar Athene om daar te rijden met de Dacia Duster. Met vermoedelijk onder bij de 100 pk. Minder spannende weg. De voetjes weer op de grond. En een land waar ze volgens mij bankroet zijn. Griekenland. Daar hebben ze hier geen last van. Bankroet. Allemachtig zeg. Het is hier dik en duur en glimmend en bijzonder. Afgelopen week in een Stelvio met 510 pk. Ja. Maar we gaan vooral van het ene golfkarretje in het ander. Hey, weet je wat daar ligt aan de overkant? Die daar. Heel ver inzoomen, maar. Dit is de tempel van Poseidon, jongen. Ja, hè? Jezus, ja. Zijn tempel of Poseidon? Zie je? Als het om geschiedenis gaat, dan is het goed. Je ziet hem nu niet. Volgens mij was dat de god van de zee, dacht ik. Is het net verteld? Oh! Zou er hier nog wat te doen zijn? Met het Griekse. Volgens mij niet. Iets hoger houden. Iets hoger hoor, ja, hoor ik. Druikkamer dan. Ja. Volle boel hier. Mooi, lukt dat nog? Verlaat de snelweg, daarna neem de volgende rechtsaf. Het is ongeveer dezelfde lucht als we afgelopen dagen hadden in Dubai. Het is alleen een stukje frisser, winterjassen weer. En wat wel grappig is, dit is de nieuwe Duster. Dat is de hoofdrolspeler in dit vlog. Gaan we jullie laten zien natuurlijk, straks, beter en beter. Wat denk dit? Onze camera-auto. Een Nissan Navara, een Mercedes X-klasse, wel nee, de Renault Alaskan. En het grappige is dus dat wij een camera-auto hebben die nog niet eens op de markt is in Nederland. Zie. Precies dezelfde auto als de Navara, maar dan in Renault-stijl gemaakt en dezelfde als de X-klasse. Alleen de X-klasse is meer aangepakt, die is wat verbreed, er is de wielophanging veranderd. Die zit in een van de vorige vlogs en die heeft een Mercedes interieur. Dus die is eigenlijk wat onderscheidender ten opzichte van die Nissan. De Renault is minder onderscheidend, weliswaar enigszins ander interieur. Is hetzelfde. Dit. Een logootje van Renault. Verder allemaal Nissan. Dat is Nissan. Dat ook. Eigenlijk is het allemaal Nissan. Behalve dat hij een Renault logo heeft. Een iets andere prijs. Een andere voorkant ook. En verder hetzelfde. Welke moet je dan kiezen? Ja, geen idee. Degene bij... waarvan je de beste relatie hebt met de dealer misschien. Of het merk waar je misschien wat meer mee hebt. Of als je ietsje meer budget hebt, dan zou ik kunnen gaan voor de X-klasse. Die is namelijk net eventjes wat duurder. Het ding is wel groot, hè. De ruit in de grill is aangepast qua formaat aan het formaat auto. 5,5 meter lang. Heel veel. En wat die dingen dan goed hebben, is deze bak. Daar kun je heel veel in kwijt. Hier achterin kun je ook... heel geriefelijk zitten qua beenruimte, ook qua hoofdruimte. Die kan wel. En je zit met een bijzonder rechte rug. Dat hebben die dingen nou helemaal altijd.
En natuurlijk dat achterschot. En die achterbank is dan helemaal naar achter geschoven. En dan staat die rugleuning wat recht. De kinderen hebben daar geen last van. Hè? Moet je maar denken. Ja, hoe zit het dan, grijs kenteken? Nou, bij de X-klasse werd een tijdje geleden verteld toen ik daar de introductie van deed. Ja, hij wordt overmiddag gezaagd. Dan zetten we er een tiental centimeters tussen. En dan voldoet hij met de laadbak aan de juiste ruimte. Zodat de zware BPM-heffing er niet op zit. Nou, later zeiden ze bij Nissan ja. Of bij Mercedes ja. Ja, we weten niet precies of we dat gaan leveren. Nou, het kan dus dat ze dat niet leveren. Wat ze daar wel leveren is een schot ertussen. Nou, dan... kom je dus ook aan dat grijze kenteken. Datzelfde gaat Renault ook doen. En dat doet Nissan ook. Het is dus eventjes uitzoeken per merk welke mogelijkheden er zijn. Als je kijkt naar Volkswagen voor de Amarok. Daar doen ze dat hetzelfde. Oh, moet aan het werk geloof ik. Kijk hem staan dan. Maar bij Volkswagen doen ze dat ook. Daar zagen ze hem ook doormidden. Werkelijk helemaal doormidden. Zetten ze er een stuk tussen. Dan voldoet hij aan die BPM vrijstelling. En dan... is die dus betaalbaar. En dat zijn deze auto's op geel kenteken niet. Simpelweg doordat er veel te veel belasting op wordt gegeven. Kan de auto natuurlijk niks aan doen, hè? Is er iets? Laten we beginnen. Ah, we gaan beginnen. Ga ik lekker in mijn badkuip zitten. Heel goed. Moet je geen camera hebben? Oh, kijk naar nou. Waar zit hij? Ja, het is echt de nieuwe. Hij lijkt veel op zijn voorganger. Hij is echt ganz mooi. Xav. Is toch gewoon ideaal, hè, zo'n pick-up. Ja, alles mee. Gaan we hem dan in verstoppen. Een hoop oude rommel nog hier in Griekenland. Langs de weg. Niet dat dat echt heel bijzonder is. Een Ford Granada. Nee, in Nederland zie je ze niet meer. Want waardeloos. Het grappige overigens met auto's die waardeloos zijn. Die worden weggegooid. En als ze maar genoeg worden weggegooid. Dan worden ze weer geld waard. Wat dacht je hiervan? Dat zie je ook niet elke dag. Of zo van een Granada? Of, Ja, die had je ook. En je had een Granada. Deze is ook als Granada geleverd. Dit is de voorganger van die Granada van daarnet. Het is nog een populair karretje hier. Ja, die wat bewaard heeft wat. Ik dacht de eigenaar van deze Jaguar. Tja. In goede staat, maar dan zeg je wat, is dit niet zo'n hele verkeerde. Maar hier is geen eer meer aan te behalen. Ach, jongen. Dat dan wel. De een en de andere klassieker hier. Patrick zet ze er allemaal op. Als je dan wel zien, moet je even kijken naar de video van de Duster die op autovisie.nl staat. De een na de andere oude auto. Klassieker. Sloop. Vuilnis. Ja, ik weet maar hoe je het wil noemen. Maar ze staan in ieder geval... erop. Allemaal, inclusief alle inhoud van de Duster. Een redelijk staat. Ja, deze is wel prima staat. Kijk dat kenteken. Die is in de omgeving van Athene op kenteken gezet. Ja. Er zijn 3406 auto's reden. Ja. De rode lak is ook rood gebleven. Maar dit is veelzeggend, hè? Dat ze daar bij Toyota goede auto's bouwen, dat is wel bekend. Maar gewoon eind jaren 70 of zoiets geproduceerd, denk ik. Of stoeltje erin. En het nu gewoon nog doen. Maar hier om het hoekje. Heb je er meer gezien? Ja, hier om het hoekje. Wat, moet je even kijken. Wat staat daar? Ja, dat ga je zien. Dat gaan mensen heel leuk vinden, denk ik. Ja, dat zou je leuk. Kijk. Dat is hem. Dat is de juiste. Ik weet het niet helemaal zeker, maar is dit niet die auto waar Katsaros mee reed in Athene, of niet? Ken je die niet, die bekende coureur? Ja,
Zie je? Dat zei ik. Ja, dat is wel een gaaf ding. Heeft een klein tikje gekregen? Ja, daarom hebben ze nog eentje binnen staan. Oh. Fantastisch machientje, een RS 1600. Het is altijd een beetje de vraag wat er origineel aan is. En wat allemaal niet binnen. Kijk eens, mooi. En daar nog een. Een openluchtmuseum, joh. Het lijkt me dat het toch niet echt onbekend staat. Athene en omgeving vanwege de oude auto's. Mooi wel. Het is niet helemaal in onberispelijke staat, deze 1500. Dan staat dat daar onder de sinaasappelboom. En een taunus. Prachtige omgeving trouwens waar we zitten, ten oosten van Athene. En dan kijk je op de meeste plekken hier wel uit over, over zee. Van het hele eiland naar het andere schiereiland, een stukje vasteland waar we nu op zitten. Het is water, het is rotsachtig, met liefelijke dorpjes met witte huisjes. En daar toeren we dan tussendoor met de Duster, waarvan dit het nieuwe interieur is. Die buitenkant is echt anders. Maar ogenschijnlijk niet vreselijk veel anders. En dit is ook wel fijn, hè? Een enorme, even dit zien, boek. Enorme afgeronde hebben ze hier naast de weg. Dan moet je met de meeste auto's echt opletten. Of anders gezegd, gewoon niet doen. Zo'n Duster met relatief veel wagenhoogte en behoorlijke veerweg. Kan dat dus wel. En dan hebben we niet eens een vierwielbedrijving. Dat kan wel. Vierwielbedrijving op een Duster kost een paar duizend euro extra. Dat zou ik niet doen. De auto is potent genoeg voor naast de weg. Maar ik was aan het vertellen, hè, dat die buitenkant is dan niet heel erg veranderd. Daar is die wel, maar waarschijnlijk niet echt. De binnenkant wel. Dit is anders. Automatische airco met mooie knoppen, ronde knoppen. Het is net ietsje functioneler. Ietsje meer gevoel van luxe. Of anders gezegd ietsje minder utilitair, iets minder basic. Maar moet ik erbij zeggen, dit is de dikste versie. De dikste versie met 125 pk benzinemotortje kost een kleine 23.000 euro. En dat is niet helemaal voor de geef natuurlijk. Kijk, het is ook niet de wereld, maar het is ook niet voor de geef. Doe er een 1000 of 3 bij en je kunt een Ford Kuga ophalen die een maatje groter is. Maar goed, je bent natuurlijk niet verplicht als je voor een Duster gaat om de dikste te nemen. Je kunt ook voor ietsje meer dan 19.000 euro een Duster aanschaffen met hetzelfde motortje. 6 bak, voldoende vermogen. Nou, rijdt het helemaal niet verkeerd, weet je dat? Het is niet allemaal oude zooi hoor, dat je hier vindt. Kijk eens. Een korte. Nogal een beetje waard. Ietsje minder waard. Maar niet onaardig. Zeker de eerste editie van de 928. Deze dus. Allemaal grappige autootjes, hè? Dit dan, inclusief M-strepen, een 320. Mooie staat ook. Dat is een mooi plaatje. Dat is aan het besteed strand. De zon er een beetje achter. Helemaal goed. Het is een kleine SUV, een van de goedkoopste die op de markt zijn. Jeep heeft natuurlijk ook een kleintje, hè? En Fiat levert een 500X, Seat een Arona. Is dat een SUV? Ik weet het niet. Is een SUV een auto die iets hoger op zijn poten staat? Volgens mij moet hij net wat meer hebben. Hij moet wat robuust zijn, lange veerwegen hebben. Ik vind dat een Duster dat zeker heeft. Dat ding van Jeep heeft dat ook, een Arona niet helemaal. Dat is eigenlijk een
verstevigde Seat Ibiza. De prijs begint van de Duster bij een goede 19 tot voorbij de 25 voor wielendrijving. Dat is ook lekker later wat het is. Wielendrijving heb je niet nodig, je ziet het. Als je het strand op wil, kan het ook met alleen voorwielendrijving. Nou, heel veel gekker wordt het niet, hè? Voor de gemiddelde Nederlander. Af en toe een keer een zandpad, een grindpad. En dan kom je prima uit de voeten. Kijk, lange veerwegen. Overigens ook trommelremmetjes. En redelijk wat bodemvrijheid. Nou, dat is zat. Toch? Dat is leuk, zo'n Dacia. Het heeft weinig met historie te maken. Kijk eens daar. Ik ga een beetje inzoomen. De tempel van Poseidon. Die hebben ze volgens mij ergens 400 jaar voor Christus neergezet. Er is niet zo heel veel van over, maar wel een stuk of 16 van die zuilen. Daar kun je naartoe, dat kun je dan allemaal even bekijken. Toeristische trekpleister natuurlijk hier vlakbij Athene. Zomers, knetterheet, vol bussen. En nu is er niemand. Wel een apart idee, hè? Dat ze daar 2500 jaar geleden op het idee kwamen om een tempel te bouwen boven die knots. En het dan uiteindelijk ook nog eens gelukt. Er is hier wel wat meer overgebleven uit die tijd. Maar dit is een hele beroemde. Die is ook uit de oudheid. Daar, Patrick. Vind je ervan? Net echt, hè? Dus met de vierwielendrijving, dan heb je niets aan in Nederland. Ik heb daar als die steen snijden. Ja. Nou, maar het kan wel. Dus zijn we in een steengroeven beland. Kijk, achter. Toch eigenlijk wel heel graag wil laten zien dat ze iets hebben gebouwd dat bijzonder goed is in off-road, kunnen we met een dussetje door de steengroef. Dat kan. Dat is geen enkel nut. Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd. Ja, een coole kar. Kunnen we daar een stukje in? Hè? Oh. Ah, ping. Ik denk dat we goed zitten. Deze steengroef is vanaf heel ver te zien. We zijn door de bergen gereden, aan die kant, gisteren en vandaag. En helemaal in de verte zagen we deze witte wand. En daar stond het logo op van dit evenement. Een of andere blauwe cirkel. Om het hoekje. Ja, zeg jij, waar gaan we heen? We gaan hier naar boven. Oh, jezus jongens. Dat is echt wild. En dit kan er 2 uur aangedreven allemaal al, hè? Ja. Dat is wel vaak zo, hè? Dat je met 2 uur aandrijving net zo ver komt als met 4 uur aandrijving. Behalve als het blubber wordt. Moet je hem armer hebben? Holy shit. Dat doen ze dat vaker, hoor. Autofabrikanten. En de mogelijkheid bieden om off-road te gaan met een auto. Maar meestal is dat een beetje tammetjes. Dat is dit keer zo te zien niet. Die blokken die je overal ziet, die worden dus daar uit de wand gepeuterd. En dan kunnen wij daar klaarblijkelijk gaan rijden met de Duster. Daar staan ze. Goed gedaan wel. Ik heb gisteren bij de presentatie uitbundig zitten luisteren natuurlijk naar het verhaal wat daar verteld werd over wat deze Duster allemaal wel en niet kan en hoe geweldig die is en zo. En all new, en nou, hij is natuurlijk helemaal niet all new, het is gewoon een rigoureuze paceflip. Maar wat me nou opviel, dat ze een graphic lieten zien van een
Duster 4x4 en die had onafhankelijke achterwielophanging. Nou heeft de Duster met voorwielaandrijving, deze dus, absoluut geen onafhankelijke achterwielophanging. Die heeft gewoon een simpele torsieas. Kijk, daar zit hij. We gaan eens eventjes onder zo'n 4x4 loeren, want volgens mij houden ze ons een beetje voor de gek. Het zou mij zeer verbazen wil die zo'n moderne achterwielophanging hebben. Kijk dan, het is werkelijk ongelooflijk. Dit gaat zo'n 100 meter omhoog. Het is allemaal marmer. En dan een aantal gaten, daar hebben ze het in het verleden uitgehaald. En er zitten allerlei installaties en trappen en overal lopen bedradingen. Ik mag van die meneer daar niet al te ver hier naar voren. Want hij is bang dat ik naar beneden mieter. Daar ben ik trouwens zelf ook een beetje bang voor. Moet je niet willen. 130 jaar geleden zijn ze hier gestart. Dus hier gestart om marmer te winnen, als het ware. Hè? Hoe zeg je dat? Win je marmer? Nou, volgens mij wel. Maar in elk geval zijn ze er 130 jaar geleden mee gestart. En dan hebben ze natuurlijk onderzoek gedaan hoe lang het nog door kan gaan. Hieronder gaat het 300 meter naar beneden en nog altijd zit daar marmer. Dus degenen die hier werken, de mannen, die zullen het eind niet meemaken. En dan schijnt er 2700 ton aan marmer per jaar te worden gewonnen. Dan zeg maar dat echt niet zo heel erg veel. Ik weet niet wat eens een blok weegt. Maar dat wordt met een soort van diamantzagen wordt dat los gepeuterd tot een groot blok. En kijk eens aan. Thank you. Ja, ik weet niet of dit echt heel erg veel helpt als die naar beneden komt. Maar dat wordt met een soort van diamantzagen naar beneden gehaald of losgehaald. En vervolgens kan het getransporteerd worden voor verwerking. Hey Patrick, wist jij eergisteren dat jij in een steengroeven uit zou komen? Met een blauwe helm op. Ja. Calimero. Dit, hè? Ja, maar wel weer gaaf, hè? Ja, dit is wel impressive. Tamelijk uniek. Ja. Ik ga eerst even kijken of zo'n ding een onafhankelijke wielophanger heeft of niet. Hey, zie je dat? Ze belazeren de boel niet, hij heeft het werkelijk. Een totale andere achteras constructie dan de tweewielaangedreven Duster. En dat maakt hem dus duurder. Hè? Die 3000 euro die zit hem niet alleen in een kadannasje, maar die zit hem in de totale ontwikkeling van dat hele spulletje. Hem staat ook echt alles. Hè? Is quite good as well, around 30 degrees. Okay. Also, you go sideways here, go to your left, straight steering wheel, straight, that's it. Just keep it straight. Yeah, like that. Zo dan, we hebben het weer overleefd. Dankzij de Duster 4x4. Ja, ja, marmer groeven. Huppakee, doe me gewoon eventjes. Als je nou alles wil zien, hè, over wat we hebben beleefd daar met die auto. Omhoog, omlaag, door water heen, noem het allemaal maar op. Moet je eventjes kijken naar de video, die staat op autovisie.nl. Daar staan alle all-wheel-drive scènes op. Dan is het voor nu genoeg geweest. We gaan kijken of we nog een paar gekke oude autootjes kunnen spotten op de weg naar de airport. En dan zijn we de volgende week weer, zelfde tijd, zelfde zender. Als je het leuk vindt, geef even een klap op die duim. Hè. Als je het nog leuker vindt, verspreid hem eventjes. En als je wil weten wat ik de rest van de week aan het doen ben, kun je me volgen op Facebook, Twitter, Instagram, uiteraard. En dan zijn we de volgende week weer, zelfde tijd, zelfde zender. Met onder andere de nieuwe Audi RS4 vanuit Zuid-Spanje. Bedankt voor het kijken.